Welkom in onze keet. Ja, je pest me op je schoen, nee hoor. Hier is onze paal. Hier laten de dames zien wat ze kunnen. Dixie Porno! Dixie Porno! In het berenhok in Lemelen is het nog een gezellige boel. De jongens zijn na een dagje grasbaan racen allemaal bij elkaar gekomen om een leuk feestje te bouwen. Het is heel gezellig hier. Het is altijd gezellig hier. We vermaken ons altijd prima met elkaar, dus we zijn helemaal met elkaar ingespeeld, hè? Ja, ben je nog? Wat is nieuw, Ken? Wat is gebeurd in de schuur? Ik ben altijd heel gauw aangeschoten, maar laten we het op... Vier vleesjes. Vier vleesjes grond houden en een beetje moelman in Duitsland laten we importeren hier. Dat is altijd lekker goedkoop, hè? Dat is een beetje hetzelfde als je kan uiten. Ja, je pest me op je schoen, nee, joh. Kijk, we hebben hier een boer zitten, we hebben hier een hardcore en een rocker. Alles zit hier. We verschillen allemaal per persoon, verschillen we hartstikke erg. Maar met z'n allen hebben we hartstikke goede roep. De beren hebben nog genoeg energie. Maar wie is hier eigenlijk de meest luie van het stel? Slapen is mijn hobby, zeg maar. Gewoon, lekker rustig aandoen, af en toe een biertje. Dat is dan jammer, want rustig aandoen zit er nog lang niet in vanavond. Maar het is al wel duidelijk, het was ook voor deze vriendenclub, zoals altijd, weer een fantastische dag. We zijn dus in het Bafje, Twente Overijssel, Hof van Twente. Dus sta ik even bij Eusdijk. Mijn broer had het Bafje en wij gingen ernaast zitten en toen was het het Bafje. Het Bafje is niets meer dan een oude stinkkit waar belachelijk veel bier gedronken wordt. En dan heb je natuurlijk altijd een grote voorraad staan. Die jongens hier naast een bier op. Nou, hier altijd, hè? Hier. Moeten ze natuurlijk wel voorzien van bier, anders komt het niet goed vanavond. Het Bafje heeft ook een aantal vrouwelijke leden. Een klein aantal. Er zijn hier voornamelijk meer jongens. Wij twee zijn meestal de enige meisjes. Ik kan beter met jongens opschieten als met meisjes. Dus. Het gaat voornamelijk over seks, bier en auto's en weekends. Op zich is het wel heel gezellig, want het is gewoon boerenlompheid. Gezellig met elkaar biertjes drinken. Iedereen kent iedereen en dat is gewoon mooi. In de stad loop je koud langs elkaar heen. Als iemand aanstoort, dan is het van, hé, wat doe je? Maar hier is het gewoon, hé, daar je hem. Mooi werk. Wat zeg je ervan? Iedereen kent iedereen toch? Ah, ja. Waar is je naam ook, hè? Simon. Welkom in onze keet. Hier zie je dan onze befaamde hoek van niks eigenlijk. Hier ons kapstok ooit en... What you gonna do with all that junk inside your... Ja, die heeft het niet overleefd. Dit is al een deel van onze keet. Cor heeft de regel verbroken en daarom moet hij biertje atten. Maar de regels waren dat je een biertje moest atten zonder dat je handen gebruikt. Daarom moet hij het gewoon zo doen. Hier is onze paal. Hier laten de dames zien wat ze kunnen. Nou, hier laten ze een sexy move zien. En niet alleen de dames. En we gaan dan verder van de paal naar onze knuffelhoek, om het maar zo te noemen. Als de dames zich goed hebben vermaakt in de paal, dan willen ze nog wel eens hier naartoe doorstromen. Lekkere loungehoek. En die willen ze nog wel eens lekker knuffelen en ja, laten we niet zeggen tot hoever het gaat. Zo hier, alles wat in onze koelkast zit, bier en stokbrood. Wel met knoflook, dus heel laat doen. Onze geweldige supersonische computer uit jaar 0. Waar nog wel net liedjes afgespeeld kunnen worden. Die we dus ook echt gebruiken om liedjes mee af te spelen en te draaien. En door onze zethoek, waar de trots van onze gate zit. Onze mooie vrouwtjes. Hier wordt lekker gepraat. De diepste discussies komen hier tot stand. En een mooi filmpje kijken natuurlijk. Ja, een beetje filmpjes kijken, spelletjes spelen en alles gebeurt hier. Vlak buiten het dorpje Rossum staat een grote boerderij. De oplettende voorbijganger zal misschien gegiegel en gebabbel horen. Dat kan kloppen, want sinds kort hebben 8 meiden een oud schuurtje achter de boerderij omgebouwd tot keet. Wij zijn superladies. Wij komen uit Rossum en wij geven vanavond als openingsfeest van onze keet. Because every time we touch, I
oude schuurtje achter de boerderij werd bij toeval ontdekt. Ja, ik heb een stage gelopen, maar 3-4 maanden zo, echt super gaaf. Toen kwam ik een pissie achter. Hé, hey, mooi schuurtje, minkij. Amateurspul, keetje. Er gaat behoorlijk wat drank doorheen. En om het feest te kunnen bekostigen, hangt er bij de deur een melkbus waar de bezoekers geld in kunnen gooien. We moeten alleen zorgen dat er meer bier komt, want wij hebben geregeld met bier dat ze af en toe komen brengen. Maar het is nu bijna over, dus we moeten even bellen. De meiden worden op hun wenken bediend. De drie wijzen uit het oosten willen ook graag nog even iets kwijt. Ja, het is wel een mooi feestje af, zeg maar. Alleen de muziek is een beetje slecht. Ja, vind mee. De meiden zitten allemaal achter de jongens aan. Maar ze hebben nog wel even tijd om te vertellen wat ze van hun feest vonden. Ja, het is echt een mooi feestje. Maar iedereen vindt het ook leuk. Ja, het is gezellig. Ja, ja, het is echt mooi. Ga een lijn door, heb ik wel. Mooi, 1, 2, 3, zo.